van CB van Oosten. Hallo Vincent, een hele fijne hallo. Hallo. Allereerst even een compliment voor je fijne video's en van harte gefeliciteerd met de komst van een klein wonder. Dankjewel man. Bij ons thuis is er ook een ooievaar in de kut van mevrouw gevlogen. Zo de poem van je wijf. Ah, arme ooievaar. Maar goed. En nu mag ik binnenkort ook weer een soort van legale speeltuinen komen. Dan moet jij lekker weten, Roos. Hoe is het nou om vader te zijn? Heb je nog tips om met een zwanger wijf om te gaan? En zijn er nog tips voor na de geboorte? Buiten deze levensvragen om, even een andere vraag. Kijk je liever naar een garnaal of inspireren eruptie meer? Nou, bedankt voor de aandacht en een hele fijne hallo. Goed, Benja, Joop. Weet ik veel. Hoe is het nou om vader te zijn? Nou, dat is een hele goede vraag. En dat is eigenlijk een vraag waarmee je wel de essentie raakt van het mens zijn. Denk ik. Ik denk dat het ouderschap of het vaderschap een van de mooiste processen is die een ziel mag en kan meemaken in een leven. En ook een van de grootste verantwoordelijkheden die je kan dragen. Als mens of als ziel zijnde. Want je bent toch verantwoordelijk voor een kind. Voor iemand in deze wereld te zetten. Althans te zetten. Te begeleiden in dit leven. En dat is nogal wat. Want het is allemaal niet niks. Deze fucking heftige mooie trip. Die wij hier aan het maken zijn. Op deze vliegende ruimtebal. In het oneindige universum. Dus dat is niet niks. Clichés zijn... zijn over het algemeen waar, want anders zou het geen cliché zijn. Ja, het is het mooiste wat er is, man. Een van de mooiste, zoals de mooiste processen die je als ziel kan ervaren. Het is confronterend, het is leuk, het is mooi, het is zwaar. Je leert zo fucking veel over jezelf. En ja, laten we wel wezen, die kleintjes, dat zijn de grootste leermeestertjes. Die je maar kan hebben als mens zijnde, weet je. Die jonge zieltjes, die komen nog straight from source, weet je wel. Die komen nog recht uit de bron. En die zijn zo puur. En wij wandelende karma-balletjes die we zijn. Wij dragen al die karma mee van onze voorouderen, weet je wel. Dat zit allemaal in ons. En probeer dat er maar eens uit te krijgen. Gelukkig zijn daar plantmedicijnen en andere medicijnen om je daarbij te helpen. Maar het is dus eveneens, naast heel erg moeilijk, ook een enorme kans om af te rekenen met al die trauma en karma van al je voorouderen in één keer. Dus om het zo puur mogelijk te mogen begeleiden in dit leven. Zonder al die bullshit die jij met je meedraagt. Ja, dat is... ik hou niet van het woord uitdaging. Maar het is best wel een uitdaging. En fucking mooi proces. Dus ja, hoe is dat om vader te zijn? Ja, ga het ervaren, man. En heb je nog tips voor na de geboorte? Ja. Wees er voor ze. Maar ja, ben er voor ze. Zo puur en zuiver mogelijk. Met een zuiver mogelijk bewustzijn. En tips voor... probeer je te herinneren. Probeer te verplaatsen in hun, weet je. Ik reageer heel vaak vanuit mijn eigen bullshit. In al die 40 jaar die ik hier rondwandel. Maar ik vergeet heel vaak hoe het was om kind te zijn. En ik probeer waar ik kan. Probeer ik vanuit daar te handelen, weet je wel. Dat is wat ik... Ja, natuurlijk is dit een enorm vraagstuk. Want niemand heeft ooit een boek gekregen van... joh, hier heb je een kind.
hier heb je een boek. En zo moet het. Nee, dat is juist het hele spel. Ga dat maar eens uitvinden, weet je wel. Ik zelf heb nooit echt een vaderfiguur gehad in mijn leven. Dus ja, hoe ga je dat dan doen, weet je wel. En aan de andere kant ben ik daar enorm dankbaar voor. Want dan kan ik met een schone lei beginnen. Of tenminste, ik ben al begonnen al een jaar of 8. Maar goed, nu krijg ik een derde. En ja, spannend man. Tips voor na de geboorte. Ik zou de Continuum Concept lezen als ik jou was. Continuum Concept van Jane Leadloff. Het gaat over een antropologe. En die komt terecht bij een stam. En die ziet dat die kinderen heel zelfstandig zijn. En bijna nooit janken. En weet ik veel wat allemaal. Dus die gaat die stam observeren. En die komt dan achter bepaalde dingen, weet je wel. Het heeft mij heel erg geholpen. Het klinkt voor mij logisch. En ik hou ervan. Als het voor mij goed voelt, of het is logisch. Het voelt voor mij goed, weet je. Als ik gewoon logisch beredeneer van... Nou, ga maar lezen. En ik denk dat het voor jou ook wel logisch, heel natuurlijk zal klinken. Hoe met die kinderen omgaan. Dus het boekje kost 10 euro bij Bol of zo, weet ik veel. Dus dat, en heb je nog tips om met een zwanger wijf om te gaan? Ja, natuurlijk heb ik daar tips voor. Gewoon zoveel mogelijk links laten liggen. En lekker naar het café gaan. Lekker zuipen. Zuipen tot je nu nog kan, weet je. Zuipen tot je ons weegt. Nee. Ja, tips om met een zwanger wijf om te gaan, weet je. Het ligt ook aan je wijf. Maar ik heb gelukkig een topper. Met alle respect, die hoor je niet. En net als mij. Ik ga ook niet lopen janken als ik mijn been breek of zo, weet je wel. Dus dat is een topper. Maar ja, stel dat je een wijf hebt die vol zit met de hormonen en om alles loopt te zeiken. Nou, sterkte daarmee, man. Maar ja, goed. Dan is dat waarschijnlijk niet alleen met de zwangerschap. Dus dan heb je gewoon een zeikwijf te pakken. Maar goed. Jij hebt andere dingen aan je hoofd. Want er zit nog een ooievaar in de kut van je wijf, geloof ik. De sterkte daarmee. Hoe is het eigenlijk met de ooievaar eigenlijk? Lijkt me best wel belangrijk. En hoe is het met de kut van je wijf? Ook niet onbelangrijk. Maar goed, dat zijn dingen. Weet je, als je met ons wilt delen, ja, deel het met ons en zo niet. Ja, ik hoor het graag van je. Ik wilde eigenlijk zeggen, joh, ik hoop dat ik je vragen naar mijn oren heb beantwoord. Maar aangezien dit de laatste vraag vakantie Vincent is van het seizoen, ga ik geen vervolgvragen eraan vastknopen. Dus ik hoop dat je hier wat aan hebt, man. Een hele fijne hallo allemaal. Een hele fijne hallo allemaal. Hallo.